Stel je voor, het presidium van de Tweede Kamer vergadert. Agendapunt: de aanslag in Bagdad. Minimaal 292 doden. Moeten we daar een herdenking voor inlassen? Wat zegt het protocol? Het antwoord: niets. Dat is er namelijk niet. Er is geen protocol. Het bestuur kijkt naar Nederlandse betrokkenheid en moeilijk grijpbare factoren zoals het belang van de actualiteit en de impact op de samenleving en maakt dan maar een inschatting. Voorzitter Khadija Ariep beslist. Het is ook niet makkelijk. Wanneer moet de overheid wel en wanneer moet de overheid niet herdenken? Anders dan je zou verwachten is er geen beleid op dit gebied. En dat leidt tot ogenschijnlijk scheve verhoudingen. Istanbul 45 doden wel herdacht, Bagdad 292 doden niet herdacht. Wat is in de praktijk de herdenkingsetiketten? Alle aanslagen herdenken is geen optie. En geen enkele aanslag herdenken, dat willen we ook niet. Het wordt dus een middenweg en die dwingt tot nare rekensommetjes met slachtoffertal en geografische afstand. Aanslagen binnen de Europese Unie herdenkt de Kamer altijd. Maar daarbuiten, waar de meeste aanslagen plaatsvinden, is een grijs gebied. Deden de slachtoffers van de aanslag in Bangladesh laatst er onvoldoende toe? En was de aanslag in Istanbul belangrijker dan die in Ankara vorig jaar, waar nota bene in hetzelfde land twee keer zoveel mensen omkwamen? Toen geen herdenking in de Kamer, nu wel. Toen geen projectie van de Turkse vlag op de gevel van het paleis op de Dam, nu wel. Want ook Amsterdam heeft geen vaste regels. De gemeente laat zich leiden door directe betrokkenheid van Amsterdammers, door hoe de aanslag leeft in de stad, vraagt zich af of zij een rol heeft als hoofdstad van Nederland en kijkt wat voor internationale initiatieven er zijn. Vervolgens moet, naast de gemeente, ook de eigenaar van het paleis instemmen. Dat is het Rijksvastgoedbedrijf. Ook het Hof, de vertegenwoordiging van het Koninklijk Huis, moet als gebruiker van het pand toestemmen. Herdenken kan zomaar politiek beladen zijn en dus te gevoelig voor het Hof. Bij gemeenten blijven ze dat zo doen. De Tweede Kamer kijkt of er duidelijkere richtlijnen kunnen komen. Maar absolute wetenschap zal het niet worden. Hoeveel symbolische betekenis we er ook aan toekennen, herdenken of niet, dat doet de overheid een beetje op gevoel. Wij voelen mee met hen en met Turkije. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat zij te maken hebben met geweld.